included to me. Yeah. Was nog weer een stukje dunner. Dat is gewoon voor de andere kleine. Ja. Weet je het effect wat ik heb gemaakt met de slurf groter, dat maak je nu weer weg. Nee, dat nog niet hoor. Dus dat werkt waarschijnlijk nog wel. Ja. Beetje gelukkig natuurlijk de spuitkop er ook nu niet meer zo ontzettend. Precies. Ja. En heb ik minder hoog, dus ja, dat wil ik wat proberen. Zo 20 minuten naar beneden sinds ik voor de laatste keer kijk. Precies, van de dag. Hij zegt nu dat het nog in totaal niet duurt, dat kunnen we nog zeggen. Mm-hmm. Dat zal goed gaan. En dan heb ik ook maar 4 meter. Oh, dat valt ook mee.
vergelijking met 128 is dat inderdaad een grote verbetering. Ik weet in ieder geval zeker dat het op de goede pool past. Ja, dat is een centimeter van het schip. Dan zou ik zelf nog even kit aan hebben. Trouwens, berekent hij de lengte via de dikte van die draad? Of berekent hij de lengte van die draad op het moment dat hij gesmolten is? Nee, de lengte van dat ding. Maar waar wordt de draad nu uiteindelijk gesmolten? In de blauwe ding of wordt alleen de spuitkop warm? Alleen een ijzeren ringetje in de spuitkop? Ja, alleen het allerlaatste stukje. Dus als je een nieuwe draad... De ring doet met een andere kleur, dan heb je één puntje. Ja, dan een puntje. Maar. Of het is zo'n lang stukje geloof ik, dat dit een middelstukje was. Als je naar blauw werd. Maar goed, dan mixt eerst nog een beetje doorheen. Ja, volgens mij gaat de slurf echt fantastisch goed. Ja. Wordt niks aangetrokken of wat dan ook? Nee, doet niet eigenlijk echt naar, dat is mooi. Je zou hier eigenlijk net iets langzamer moeten gaan, heb ik het idee. Bij de poten nu breder gaan worden. Ja. Volgens mij als hij nu zo meteen doorgaat naar de... Voor hem linker achterpoot is dat flapje nog niet goed hard geworden. Ja, hij duwt nu dat flapje naar beneden. Oh ja? Oh ja, ja. Nou ja, dat is bijna niks. Dus zeg maar op zo'n moment op pauze zet, zodat die achterste brug nog wat harder kan worden voordat hij er weer overheen gaat. Ja, ik denk dat het niet nodig is. Kan het doen, zie je wel. Nou, nog een half uur. Je kunt op de camera echt gewoon in groter detail bekijken dan als je zo kan.
Stik voorzichtig. Ja hoor. De shirt gaat scheef. Oh ja? Ja. Nu ligt de brug er volgens mij. Ja. Nu zal het goed zijn.
Ik denk dat het wel goed is dat er geen ogen meer zitten. Zo denk ik alleen maar de realiteit opleveren. Ja, misschien wel. Kent die door als u de computer is in de sluitwerk? Nee. Nee, als ik pauze duur, dan gaat hij nog een seconde of vijf door. Dat zijn de commando's die al in de firmware zitten, zeg maar. Mm-hmm. Maar hij moet wel de hele tijd nieuwe commando's blijven sturen. Het kan wel, maar dan moet je die SD-kaart hierin gebruiken. Als je daar zie-code op zet, dan kun je gewoon aan de computer zeggen, dan gaat dit ding opnieuw in. Dan kun je naar de UB's en daarna, denk ik. Maar die dames niet anders groot is. Dus. Dan moet je ook een externe voeding inbouwen. Ja. Nou, dat ik niet meer zeker, want hij heeft nu een externe voeding. Maar de motoren zijn heel UB. Maar ik denk dat het zo niet goed wordt daarmee.
Maar mijn gebeurde gaat alleen maar in staat van, dat zie je, moet jij... De schokkendek zit er uit het scherm uit. Ja, dat gebeurde wel. Ja, oké. Maar dat ik volgens mij 10 minuten of zo echt gewoon op slaap stond. Ook als je zo heet? Oké. Okay. Ja, ik kan het ook meer stellen, maar dat wil ik eigenlijk nooit. Nee, ja, ik vind het wel handig als ik het vergeet uit. Jawel, maar dat vind ik alleen belangrijk als ik op dat weer kijk. Dat heb ik er wel in verteld. Ja, mijn broer heeft ook zo'n instelling. Hij gaat soms 2 weken weg en dan komen op zijn kamer en blijft de computer nog gewoon aan te staan. Oh ja, nee, ik heb hier, ik zet van alles gewoon van de kamer uit. Dus dan is ook zijn stroom weer af en dan heeft hij er wat weer. De camera zegt nog 5 minuten en dan is de batterij leeg. Nou, dat mag goed komen. Mijn camera is meestal optimist. Nou, dus laten we hopen dat het programma extreem pessimistisch is. Nee, niet meer denk ik. Ja, ik heb er een batterij oplader bij me. Dat gaat hem niet worden om zo snel op te laden. Nee. Ja, en camera's met externe voeding bestaan niet zo goed. Nee, nou, ik heb er wel een invanger om stekker in te steken. Nee, die is voor mij niet. Dat ook is wel een stekker voor USB, dan kun je hem in je computer. Maar ik weet niet of daar ook stroom erin gaat. Ik dat ik. Volgens mij zo. Maar dat is de compactcamera zeker zo volgens mij. Maar dat hoort niet vaak niet. Ja, ik heb wel een mini-USB aansluiting en een HDMI aansluiting. En ik heb behoorlijk wat aansluiting volgens mij door geen 1 graad voeding. Nee, precies. Dan moet je nog een minuut volhouden. Je kunt het. Ja, ik ga niet zeggen, ik denk dat hij dat wel haalt. Want op het moment dat ik dat zeg, gaat het scherm op zwart. Hij is wel aan de bovenkant van de oren. Volgens mij zijn dit de laatste rondjes. Nee, ik ben nog heel laat. Ja, ik bedoel, nu hoeft hij alleen nog maar rondjes te doen. Hij hoeft niet meer de volledige buitenlijn. Dit is best laag. Jee, hij heeft het gehouden. Ik heb het gehouden, dat hij het extra lang heeft.